Lieven, jij hebt natuurlijk elke dag muziek in jouw eigen talkshow, wat leuk is. Um, en dat gebeurt er live. Heb jij veel tijd en zin of, of, om, om naar echte live concerten te gaan kijken? Zin wel, maar natuurlijk te weinig tijd. Ja. Um, praktisch gezien is het al moeilijk. Hè? Vier dagen van de week zit ik s'avonds uh, voor. Dus je, ja. je mist heel veel dingen waar je anders graag naartoe had gegaan. En daardoor moet ik natuurlijk um, de vrije dagen die ik dan heb. In het weekend um, reserveren om ook nog eens iets met mijn uh, familie te doen en met Uiteraard. mijn vrienden te doen. Uiteraard. Want ik ben ook wel iemand die in zijn vrienden um, investeert. Ja. Um, voor vrienden moet je tijd vrijmaken en dan kun je daar geweldig veel van terugkrijgen en heel fijne momenten beleven. Maar dat betekent dat je soms moet kiezen, natuurlijk. En ja, optredens. Um, ik probeer dan als, als, als ik het. Ja, naar na de dingen toe te gaan die ik absoluut wil zien. Ja. En die ik niet wil missen. En zo ben ik uh, eind vorig jaar naar uh, Nick Cave kunnen gaan kijken in Antwerpen. En ja. ik had het grote geluk, Chris, dat ik mijn oudste zoon kon, uh, kon meenemen. Die, ja, die, die was toen uh, 17 en die, ja, die was al wel eens mee naar uh, Werchter gegaan en zo. Maar heel veel optredens nog niet uh, gezien of, of meegemaakt. En die mag dan Nick Cave... Uh, live meemaken in Antwerpen. Memorabel concert. Misschien wel het beste, wat ik ooit heb gezien. Je weet, hij komt daar uh, het, het, het verlies van zijn zoon, hmm. heeft hij in het album Skeleton Tree verwerkt. En dat ja. album komt hij dan brengen. En ik dacht van, hoe gaat hij dat in godsnaam doen? Dat is zo ingetogen. Daar zit zoveel verdriet in. Hoe breng je dat um, naar, naar, naar je publiek, um, naar je fans? Um, hoe deel je dat? Hoe kun je daar een Feest, dus een aanhalingsteken. Ja, op ja. voor je fans, ja. zou, dat zou leuk ja. moeten zijn. Hè? Ja. ja, en um, hij komt op, Chris, en hij komt op met een, met een gebalde vuist, een in, 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 in gestrekte arm in de lucht. En op dat moment voel ik dan, voel ik al van, oh, ik krijg er nu terugkippen van. Op dat moment voel ik al, oeh oe, oe, dit wordt bijzonder. Omdat je voelt, uh, hij krepeert van verdriet, maar hij voelt van, hij gaat, hij gaat naar ons toe komen. Hij gaat zijn fans. Hij is, hij is daar om zijn fans ja. op te zoeken. En contact te maken met zijn fans. En de contact is op een gegeven moment letterlijk. Op een gegeven moment ligt hij voorovergebogen. Um, op, op, op het podium, maar eigenlijk uh, leunt hij op zijn fans. En, 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 en zingt hij over zijn hart dat boem, boem, boem gaat. En laat hij de handen van zijn fans echt. Um, op zijn hart liggen. Ja, dat is hartverscheurend om mee te maken, zeker als je weet wat er ook allemaal achter zit. En dan mm -hmm. zie je dat hij zelfs troost vindt bij zijn fans. En op een gegeven moment ook een aantal fans, dat was in het bisgedeelte, geloof ik. Op dat podium vraagt. En toen heb ik een paar keer echt um, in, in, ja, in, mijn, in mijn vel geknepen, en dan ook tegen Simon mijn zoon gezegd. Man, hou dit bij. Want nu, nu denk jij van alle concerten zijn zo. Ik zeg, Di, dit, dit is ja. a once in a lifetime. Ja. Deze ga je. Dit mag je niet als toetsteen gebruiken, want dit ga je voor de rest van je leven onthouden. Was die onder de indruk? Ja, hij was ja. ook echt wel weggeblazen. Ja. Ja, het was dan heel uniek om dat samen met je zoon te mogen meemaken. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Dat geloof ik graag.